Hallo, Chris Zebrechts. Ja, ik heb een website met artikelen die sleutels bevatten om God te leren kennen of om God beter te leren kennen. In deze video geef ik een ingekorte versie van zo'n sleutel. Vind je de video boeiend? Lees dan ook het uitgebreide artikel op mijn website. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Waarom werd het kruis gekozen als symbool voor een godsdienst? Dat gebeurde niet in de Eerste Eeuw, toen men nog met afschuw terugdacht aan die vreselijke doodstrijd. Een eenvoudig visje was toen meer gangbaar, als symbool van een nieuwe godsdienst, die niet gediend was met uiterlijk vertoon. Later werd het kruisbeeld het symbool, en dat lag helemaal in de lijn van de boodschap van de Eerste Christenen. Want anders dan je zou verwachten. Benadrukte zij niet zozeer Jezus' woord en daad, hoewel die toch wel heel bijzonder waren? Nee, zijn dood en opstanding kregen alle aandacht. De kruisdood wordt beschouwd als de kern van het christendom. Maar wat is er dan zo bijzonder aan die kruisdood? Want sterven in zo'n omstandigheden is toch een nederlaag en geen overwinning. Joden beschouwden een gekruisigde als iemand die door God vervloekt was. En Paulus schrijft dat de boodschap van de kruisdood door het niet-Joods publiek onthaald werd als onzin of dwaasheid. Zijn toehoorders hadden grote moeite met een godsdienst waarvan de stichter als misdadiger was terechtgesteld, terwijl juist die dood voorgesteld werd als de toegangspoort tot God en het goddelijk antwoord op de problemen van de mens. Natuurlijk is Jezus wel als een onschuldige terechtgesteld. En dat maakt hem tot een held. Maar dat is niet ongewoon: de geschiedenis kent heel veel onschuldige slachtoffers, en ook tal van helden die een leven hebben geofferd voor de goede zaak. Als het sterven van Jezus zo uniek is, dan moeten we met een betere uitleg komen. Wat is het verschil tussen Jezus en een gewone held? Het unieke karakter van Jezus' dood zal blijken uit een vergelijking van de terechtstelling van Jezus met die van Stefanus. Zowel Jezus als Stefanus werden onschuldig terechtgesteld, omwille van religieuze motieven. Maar hun stervensverhaal toont duidelijke verschillen. Wat lezen we over Stefanus? Terwijl de mannen van de Hoge Raad Stefanus onderzoekend aankeken, zagen zij dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Toen de Joden in de rechtszaal dat hoorden, waren zij diep gegriefd en knarsen tanden zij van woede. Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hen. Hij was vol van de Heilige Geest, keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Hij riep uit: "Ik kan de hemel zien. Ik zie de Mensenzoon aan de rechterhand van God." Terwijl de stenen hem troffen, bad Stefanus: "Heer Jezus, Neem mijn geest bij u. Hij viel op zijn knieën en riep: Heren, reken hun dit kwaad niet toe. Met deze woorden op de lippen stierf hij. Dat sterfensverhaal contrasteert sterk met dat van Jezus. Stefanus verdedigt zich, Jezus zegt bijna niets. Het gelaat van Stefanus schittert, dat van Jezus is niet om aan te zien. Stefanus ziet een geopende hemel, ervaart Gods nabijheid en liefde. Voor Jezus is de hemel gesloten en hij komt in een nachtmerrie terecht. Het is middag en toch wordt het benauwend donker over het ganse land. Jezus stierf als een misdadiger een weerzinwekkende dood, in de steek gelaten door zijn vrienden en ook alleen gelaten door zijn vader. Die morgen werden er ook twee rovers gekruisigd. De een links en de ander rechts van Jezus. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit en schudden hun hoofd. U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen? hoonden ze. Als u de zoon van God bent, red u zelf dan. Kom van dat kruis af. De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. Hij heeft anderen gered, spotten ze. Maar hij kan zichzelf niet eens redden. U bent toch de koning van Israël? Kom eens van dat kruis af, dan zullen we in u geloven. Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met hem opheeft, laat die hem dan komen redden. Hij is immers Gods zoon? Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer drie uur riep Jezus: Eli, Eli, lama, sabachtani. Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw en hij stierf. Dat contrast tussen Jezus en Stefanus is bevreemdend. En waarom heeft Jezus anders altijd zo onbevreesd, zo'n doodsangst in de hof van het Zemane? Waarom laat Jezus zich gevangen nemen en waarom redt hij zichzelf niet, zoals het publiek spottend opmerkt? Want wanneer je zoveel wonderen kan doen, moet dat toch wel mogelijk zijn. En waarom is de hemel boven Jezus gesloten en komt er geen bovennatuurlijke redding? De tegenstelling tussen de lijdensweg van Jezus en die van Stefanus kan maar begrepen worden door een blik achter de schermen. Stefanus is een pijnlijke dood gestorven, maar hij hoefde niet te strijden. Hij moest zich geen zorgen maken over zijn bestemming, want Jezus hield voor hem de deur geopend. Jezus daarentegen zit midden in een strijd waarvoor hij zelf gekozen heeft, en waarvan de uitkomst beslissend is voor de toekomst van de mens. Hij vlucht niet, maar laat zich gevangen nemen. Hij staat voor een onmenselijk zware opdracht, en hij wist wat hem te wachten stond. Daarom zag hij in de hof van het Semanee de kruising met zoveel angstige moed. Eén rechtvaardige moet het opnemen tegen de benauwende overmacht van het kwaad. Want het is een strijd die hij alleen moet voeren. Niemand, zelfs de vader niet, kan hem daarbij helpen. Hij roept uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan volgen zijn laatste woorden voor hij sterft: Mijn werk is klaar. Of in een klassieke vertaling: Het is volbracht. Als we het lijdensverhaal oppervlakkig lezen hebben we vooral oog voor de lichamelijke pijn die Jezus leed. Maar dat soort lijden is niet uniek. Heel veel mensen zijn een vreselijke dood gestorven. Er was natuurlijk ook het emotionele lijden, het onbegrip van vele Joden, de onverschilligheid van de voorbijgangers, de spot van de soldaten, de haat van de farizeeën, de eenzaamheid. Maar ook dat emotionele leed van Jezus is niet uniek. Heel veel mensen maken verschrikkelijke dingen mee en worden psychisch geterroriseerd. Uniek is echter het verborgen lijden dat te maken had met die uitspraak van Johannes de Doper drie jaar eerder. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes legt de link met de offerdiensten in het oude verbond. De dieren die daar werden gedood zijn een voorafbeelding van de dood van Jezus. Het leidersverhaal in de vier evangelieën gaat niet in op hetgeen gebeurt achter de schermen. Daar vind je slechts een sobere beschrijving van wat de toeschouwer kon zien en horen, meer niet. Maar in de maanden die daaraan voorafgingen, herhaalde Jezus tegenover zijn discipelen meermaals dat zijn dood en verrijzenis het doel waren van zijn komst naar deze wereld. En tijdens het laatste avondmaal werd duidelijk dat de rituelen van het Paschafeest niet enkel een terugblik waren. Op de uittocht uit de slavernij in Egypte, maar vooral een uitkijken naar de toekomstige bevrijding van een meer fundamentele slavernij. Daarna nam hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei hij. Eet het ter herinnering aan mij. Na het eten gaf hij hun de beker en zei. Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie. Met de woorden: Eet het ter herinnering aan mij, vraagt Jezus om die eenvoudige handelingen telkens weer als een kleine ceremonie te herhalen. Het eten van brood en het drinken van wijn is symboliek, waardoor men zich de kruisdood toe-eigent. Maar dat geeft natuurlijk slechts zin wanneer die handeling gedaan wordt met volle kennis en overtuiging, en ondersteund wordt door het echte leven. De zonde van de wereld wegnemen houdt in dat je eerst al die zonde onder ogen ziet. Dat is iets wat Jezus uiteraard slechts kan, als hij niet enkel mens maar ook God is, en wanneer hij niet enkel in de tijd staat, maar ook erbuiten. Enkel dan kan Golgotha een universele draagwijte hebben. En betrekking hebben op het verleden, heden en de toekomst. Enkel dan kan de kruisdood betrekking hebben op elk mens. De bekende Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado was jarenlang in vele continenten getuige van de donkere kant van de mensheid. Het zien en fotograferen van onnoemelijke wreedheden in de genocides in Rwanda en Bosnië heeft diepe sporen nagelaten. Hoe vaak heb ik mijn fototoestel niet moeten neerleggen om te huilen, zegt hij over die tijd. Jezus was op een andere manier getuige van al dat leed. Niet enkel van de grootschalige en ruim gedocumenteerde horror, maar ook van het kwaad dat achter de muren schuilgaat, en het leed dat misschien met niemand werd gedeeld. De confrontatie met de optelsom van al dat kwaad. Ging uiteraard gepaard met onmenselijk groot lijden. Maar Jezus was meer dan een getuige, want hij neemt in de rechtszaak tussen God en mens als beschuldigde de plaats in van de mens. Tijdens een proces wordt de aanklacht voorgelezen. Sommige mensen zien in een stervensuur in enkele seconden de film van hun leven passeren. Ik stel mij voor dat Jezus zo ook geconfronteerd werd met de zonde van de mensheid. Al het kwaad werd samengedrukt in een film van enkele uren, die 2000 jaar geleden eenmalig werd gepresenteerd op Golgotha. Die aanklachten lijken op vuur maken met een vergrootglas. Al die hete zonnestralen worden verzameld tot één klein brandend puntje. Zo was de kruisdood. In een andere dimensie werd door God de Vader elke vorm van kwaad en pijn verzameld en geprojecteerd op Jezus. Johannes zei dat Jezus de zonde van de wereld zou wegnemen. Wat is er dan weggenomen? De jaren voor en na Christus tonen toch geen verschil? Het kwaad is toch niet van deze wereld weggenomen, in tegendeel. Zonde is geen synoniem van kwaad, het is veel ruimer. De zonde wegnemen heeft betrekking op de relatie tussen God en mens. Dat taalgebruik kadert in de rechtszaak waarin het hoogverraad van de mens tegenover zijn Schepper wordt beoordeeld, en het breken van Gods wetten. Want de mens beschadigt niet alleen de mensenwereld, maar ook de tijdloze goddelijke orde, en daarvoor gebruiken we het woord zonde. Een ontmoeting met God is pas mogelijk wanneer die zonde in de verborgen dimensie weggenomen wordt, en de mens wordt witgewassen. Enkel Jezus is in staat om dat te doen. Maar het kost hem wel zijn leven. Het kruisoffer had 2000 jaar geleden plaats op Golgotha, net buiten de muren van Jeruzalem. Maar het is ook een feit verheven boven tijd en ruimte, een gebeurtenis die tegelijk in en boven de geschiedenis staat. Vanuit Gods perspectief wordt het decor rond het kruis nu helemaal anders. Want Jezus ziet in die film niet alleen die twee rovers. Hij ziet rondom zich de misdadigers van alle tijden. Hij ervaart niet enkel de haat van de hoge priesters die hem wilden doden, maar ook het vele kwaad dat in naam van God bedreven wordt. Hij voelt de spot van de passanten, het leedvermaak en de slechtheid van miljarden mensen, ook van onze tijdgenoten. Het Evangelie beschrijft enkel wat zich afspeelt op het veld net buiten Jeruzalem. Maar Jezus ziet en beleeft de integrale film. En sommige passages van die film betreffen ook onszelf. Want wij herkennen ons toch allemaal een beetje in de misdadigers, in de Romeinse soldaten, in de onverschillige voorbijgangers en in de angstige discipelen. Dat was toch zo bij Rembrandt, want in het paneel over de kruisoprichting schilderde hij zichzelf bij diegenen die Jezus aan het kruis sloegen. Net zoals in de film The Passion of the Christ Mel Gibson de hamer hanteerde om Jezus' handen te doorboren. Jezus ziet de ganse mensheid verzameld rond het kruis in twee oedanigheden: De mens als slachtoffer en de mens als dader of zondaar. Hij identificeert zich met de slachtoffers. Hij voelt een pijn. Hij voelt het geweld dat hen werd aangedaan. Hij voelt een honger en een ziekte. Op Golgotha komen alle verdriet en pijn, alle vernedering en onmacht, van elk leven samen op één dag. Maar Jezus gaat verder. Hij identificeert zich niet enkel met het slachtoffer, maar ook met de dader. Hij wordt één met elk van hen, want hij staat in hun plaats terecht. Hij voelt de schuld, hij voelt de vroeging van degene die beseft wat hij allemaal beschadigd heeft, en hoe hij het leven van anderen kapot gemaakt heeft. Hij wordt bevuild met alle zonde en draag en straf. Jezus' lijden was dus onvoorstelbaar veel groter dan wat de buitenstaander kon vermoeden. Het had een kosmische dimensie. In het kruisoffer werd Jezus geconfronteerd met alle slechtheid en alle verschrikkingen. Alleen een oneindig sterke, liefdevolle God kan zo'n verschrikking dragen. Voor de buitenstaander is de kruisdood een onhooglijk detail in de geschiedenis. Voor de insider is dat stipje, als garnierpunt van de geschiedenis, van onvoorstelbare waarde. Maar de kruisdood kan niet vermeld worden zonder de verrijzenis, want die vormt het bewijs dat de theorie ook klopt. Al die mooie woorden over de diepere betekenis van de kruisdood vervallen, indien Jezus niet opnieuw levend is geworden. En op bovennatuurlijke wijze opgenomen werd bij de Vader. Alleen wanneer Jezus God is, is Hij in staat dat brandend stipje te incasseren en het zo te overwinnen. Het licht in Jezus is zo helder dat een geschiedenis met heel veel kwaad niet duister genoeg kan zijn om dat licht te doven. Er zijn geen woorden om zoveel liefde te beschrijven. Elk mens staat aan het kruis als dader en als slachtoffer. De straf is uitgeboet en het zondig verleden kan afgesloten worden. In de mensenwereld is vergeving schenken een persoonlijke zaak. Een derde kan niet in de plaats van de dader vergeving vragen, of in de plaats van het slachtoffer aan de dader vergeving schenken. Maar Jezus identificeerde zich met de slachtoffers en de daders. En werd in een bepaalde zin één met hen. Hij kan het vergevingsproces voltooien. Namens God en namens al wie ik gekwetst heb, kan Hij mij vergeving schenken. Dat maakt menselijke vergeving natuurlijk niet overbodig, maar wanneer ik vergevingsgezin ben, is de rechtszaak tussen God en mens daar niet afhankelijk van. De vijandschap is weggenomen, en de weg naar God is nu geopend. Jezus werd als schuldige gestraft zodat de mens die deze in de plaatsstelling aanvaardt vrij uit kan gaan. Maar die aanvaarding is geen vrijblijvende handtekening voor ontvangst van een postpakket. Nee, het is een jawoord dat het ganse leven omgooit en lijkt op de huwelijksbelofte. Het veronderstelt een ontluikende liefde en de bereidheid om het autonome leven stop te zetten. Het ja-woord aan Jezus vereist ook oprechte spijt over zonde en egoïsme. En de vaste wil om vanaf nu Jezus als meerdere te erkennen en in overeenstemming met hem te leven. De kruisdood houdt niet enkel in dat de mens bevrijd kan worden van al wat slecht is, maar ook dat hij geestelijk opnieuw geboren wordt en niet hoeft te hervallen in de oude sleur. Of, zoals Paulus het formuleert: Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent, om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Ik ga dus aan het kruis staan in een derde Oedanigheid, niet enkel als dader en als slachtoffer, maar ook als vriend van Jezus. In het Leidensverhaal staan er al enkele vrienden rond het kruis: Moeder Maria en Johannes, bijvoorbeeld, en ook Rembrandt. Want hoewel hij zichzelf eerst rekende bij hen die Jezus kruisigden, schildert hij zichzelf nu ook als iemand die Jezus lichaam van het kruis haalt. Rembrandt illustreert zo dat je pas vriend kunt worden nadat je beseft. Dat je mee verantwoordelijk bent voor al dat lijden. Ook een van de misdadigers, die samen met Jezus werd gekruisigd, gaat nu aan de andere kant staan. En misschien zelfs de Romeinse commandant. Hun houding veranderde gaandeweg van spotter naar vriend. En Jezus beloofde de misdadiger dat hij diezelfde dag nog met hem in het paradijs zou zijn. Je kan geen betere illustratie vinden. Van het feit dat het eeuwige leven een onverdiend geschenk is voor diegene die op God vertrouwt. Niemand mag er dus aan twijfelen dat het aanbod ook voor Hem bestemd is. Want Jezus heeft zich al met Hem geïdentificeerd en zo al de beslissende stap gezet in zijn richting. Hij heeft al de zonde uitgewist, het is nu aan ons om naar Hem toe te gaan. Maar bereken eerst de kostprijs. Die keuze voor Jezus. Strijkt in onze cultuur om heel wat redenen tegen de haren in.